Het Centraal Bureau voor Burgerszaken, CBB, is het vorig jaar gestart met het aanmaken van de nieuwe ID-kaarten. Het CBB doet er alles aan om de gemeenschap in de gelegenheid te stellen om heel makkelijk hun nieuwe ID-kaarten te kunnen maken. Om de gemeenschap tegemoet te komen, wordt er gebruik gemaakt van mobiele units. Met deze units gaat het CBB naar het binnenland en speciale instanties om ID-kaarten aan te maken. Ook de mensen met een visuele beperking, aangesloten bij de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden, de NSBS, zijn bedacht door het CBB. Onlangs mocht deze doelgroep hun ID-kaarten maken in het Blindencentrum. Dit is een hele hulp voor deze personen met een beperking. De ID-kaarten worden weer via de NSBS afgegeven aan de mensen. Na evaluatie wordt bekeken als er een vervolg moet komen. De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, start binnenkort met een nieuwe cursus Assistent Beveiligingsmedewerker. Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met Securitas Security Academy. Het ligt in de bedoeling om in maart te starten met die opleiding, omdat wij altijd werken met de registratie vooraf. Je registreert je en bij voldoende participanten dan starten we. Deze opleiding is toegankelijk voor personen vanaf 17 jaar die in het bezit zijn van een MULO-diploma, LBO of tenminste tweede klas MULO helemaal hebben afgerond. De trainers komen van SSA en wat de SAO natuurlijk in haar doelstellingen heeft, is dat ze niet alleen maar de trainingen aanbiedt, maar dat ze ook in staat is trainingen te organiseren. Dus in dit geval en in deze samenwerking praten we voornamelijk over een faciliterende rol. De inhoud van de cursus bestaat uit 4 modules. De eerste module is oriëntatie in de beveiligingsleer. De tweede is brandpreventie, de derde is communicatie en de vierde is strafrecht en strafvordering, omdat het ook belangrijk is dat ze die regels kennen. Dus aan het eind van de cursus krijgen ze een certificaat, bedoeld voor de functie assistent beveiligingsmedewerker. Dus het is wel belangrijk dat ze de regels kennen en weten wat oriëntatie in de beveiligingsleer allemaal inhoudt. Dus het is echt een oriëntatie, toch? Zodat ze hun taken kunnen uitoefenen als assistent van een beveiligingsmedewerker. Dan heb je de module communicatie. Daar leren ze hoe je moet omgaan met mensen, met je meerdere, met de klanten eventueel. Toch? Dat ze niet met een nors gezicht daar gaan staan, maar die communicatieskills die worden dan bijgebracht. Bij brandpreventie leren ze eigenlijk wat ze allemaal moeten doen om brand te voorkomen, want dat is ook heel belangrijk. Vaak focussen we ons meer op de brandbestrijding, maar het is veel belangrijker dat je eigenlijk de regels kent en weet hoe je om moet gaan met bepaalde zaken, zodat je dit soort zaken kunt voorkomen. En bij strafrecht en strafvordering, daar krijgen ze les van een jurist, die ze eigenlijk een beetje globaal de wetten enzovoort voorhoudt. Nou, de verwachtingen zijn dat wij hiermee kunnen aangeven dat je inderdaad moet werken aan het trainen van je personeel. 1. 2. Dat die samenleving
voorzien wordt van gekwalificeerd personeel. Over het algemeen mogen we niet klagen. We hebben meer dan 17 trainingen die we aanbieden. En voor dit jaar hebben we gepland enkele nieuwe trainingen te starten. We doen onze kick-off met assistent beveiligingsmedewerker. En midden maart starten we ook met trainingen in de verzorgende beroepen. Met name de beauty trainingen. De cursus duurt 3 maanden met een frequentie van 2 keren in de week.